Jo mensen, jo mensen, tot u de kijkt deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Bornete 99 hebben vandaag weer de rebuilding video. En vandaag de laatste rebuilding video van FIFA 19 op dit kanaal. En het is met FCM. We gaan het laatste seizoen in, seizoen 3. En we gaan kijken wat we met FCM kunnen gaan doen. Of we dit seizoen... Uh, want we hebben Europa League. Laten we hopen dat we Europa League kunnen gaan halen. En uh, ja, laten we gewoon hopen. Het budget is ook iets verhoogd. En we gaan een paar nieuwe aankopen doen. Zoals jullie, zoals jullie al kunnen zien op de thumbnail. Op het moment dat ik dit opneem is het nog zondag de rust tussen Feyenoord en ADO. Het is 3-0 voor Feyenoord, dat gaat lekker. Maar wij krijgen hier aanbieding op Maximiano. De keeper, die gaan we niet accepteren, maar wij gaan op zoek naar een nieuw middenvelder. Centraal verdedigend middenvelder. En het is Daniel de Rossi. Een man van AS Roma, legend natuurlijk van Roma. Gaan wij naar Emma halen. In ruil, deal betrekken. daar ging niet mee akkoord. Ik dacht van weet je gewoon, een transaanbieding Van 3-8 ging ik mee akkoord. Dat is dus nummer 1 die we aan de selectie toe gaan voegen. De Rossi. Die gaat dus voegen bij het elftal. Hier contractenhandelingen met uh, Daniela de Rossi. Voor één jaar geen afkortprozul. En het salaris gaat een stuk veel naar beneden. Min, meer, minder naar beneden. En ik accepteer gewoon Daniela de Rossi, die eerste aankoop van het seizoen. Mag er nog een aankoop komen. En dan gaan we nog een speler weg. Dick Dickinson gaat naar. Welke is het? Volgens mij is. Naar 10 of zo. Ik accepteer gewoon. Uh, en we gaan weer eens verdediger erbij halen. En dat zien jullie ook aan de thumbnail. Natuurlijk is het een hele bekende voor jullie. Het is Tommy. Ja, Tommy, Tommy. Maar eerst de wedstrijden in de uh, voorronden. Hier tegen Rosenburg, Rosenburg gaan we simuleren. Met uh, de Rossi al in de basis. Laten we kijken wat het wordt. We spelen gelijk 0-0. Gelijk de tweede. We spelen gelijk 0-0. Zie jullie nu twee keer achter elkaar. Maar iets zo de luid. De tweede wedstrijd. Die uh, verliezen we. Met 2-1. Dat is heel jammer. En de derde wedstrijd. gaan we nog niet zien. Want we heeft ook het aanbod op WarMods. En die besloot ik ook te accepteren. Dan hebben we hier de volgende wedstrijd tegen Malt Spoor. En die winnen we met 5-0. Dat is heel mooi. Maar zijn we helaas niet door in het voorseizoen. En gaan we de spelen halen. Centrale verdediger. die ik net al zei: dat is Tommy Beugelsdijk van ADO Den Haag. Gaan we naar FCM halen. We gaan Kijken hoeveel ze willen hebben, ik zeg 1,5 en uh, daar ging al mee akkoord, dus dat is heel fijn. Burgersdijk gaat ze toevoegen aan de selectie van Emmen met de verdedigende natuurlijk met Gertruida, onder andere. Nu, dus Burgersdijk en Gertruida, doel Maximiano, en natuurlijk op middenveld, nu de Rossi. Niet zoveel aankopen dit seizoen, dus de laatste rebuilding video laten we hopen dat we met Emmen een goede kant op kunnen gaan. Geen afkloopplausule en een salaris. Wat ik uh, akkoord mee ging, zonder de bonus. En dan ging Ado ook uiteindelijk mee akkoord. Dit is dan de opstelling zoals we nu zien hier. Burgelsdijk zit nu bij de selectie. Gaan we even kijken voor hem uithalen. Die gaat toch weg. En Ganero gaat op het middenveld. Uh, gaat uh, naar de bank. De aanvoerder is nu dus Drossi. Hier keer is waarmoeds verkocht. En Bakker gaan we niet verkopen naar Kopenhagen. Want Bakker is gewoon een goede verdediger of de bank. En die moeten we dus verhouden. Mocht Gitruida of Burgelsdijk. Uh, geblesseerd raken. Dus Bakker die gaan we niet verkopen naar Kopenhagen. Die blijft bij ons. Ook de keeper blijft bij ons. En voor eerste wedstrijd tegen een in de Eredivisie die winnen we met 2-1. Twee keer BS BS is een goede speler bij ons. En de tweede wedstrijd tegen Excelsior verliezen we met 1-0. Schouten. Dan tegen ADO, de oude ploeg van Beugelsdijk. Binnen met 4-0. De Rossi, Chong en BS. Dus het begin gaat redelijk bij FC Emmen. Twee keer gewonnen, één keer verloren. Gaat dus goed. Hoedemakers gaan we niet verkopen. En de rest gaan we gewoon even verwijderen. Is niet zo belangrijk. En de volgende is het, is het tegen Ajax. Belangrijke wedstrijd. Vorig seizoen verloren van Ajax. Daarentegen in de Beeker We Hebben zelfs de beker gewonnen met Emmen. Hier Beugelsdijk al geblesseerd raakt. Dat bedoel ik. Dus, hè, als spelers geblesseerd raken, moet je een verdediger achterhand hebben. 1-0 van Tadic. 2-0 van. Gietnak. heel moeilijk te uitspreken. En een stuk 2-0 verloren van Ajax. Dat is niet iets, jammer. Maar goed, we gaan doorsimuleren tot de 31 december in de competitie. En dan gaan we kijken hoe we ervoor staan met FCM'en. Laten we hopen dat we goed voor staan dan. We gaan simuleren. Ja, en dan zijn we hier. We hebben van NAK verloren in de beker. Liggen dus uit de beker. divisie gaat redelijk. Winst tegen Vitesse. Gelijk. Gelijk tegen Utrecht. Gelijk tegen PSV. Winst van Marseille. Winst van de graafschap. Winst van, Emme, uh, winst, winst, winst van nummer 2. Verloren van Marseille. Winst van NAC. En gelijk tegen deze tegenstander. Ik kan die naam niet uitspreken. AZ hebben we verloren. Gelijk gespeeld. Verloren. En gelijk gespeeld. En ja. We liggen uit Europa League. We zijn derde geworden. Dat is dan wel heel jammer en heel zuur. Competitie. Um, staan we nu in plaats van nummer 6. Minimaal top 4. Zou dus we wel uh, top zijn met uh, FCM. Helaas liggen we dus uit Europa League. Ik dacht dat we door waren, want we hebben toch wel aardig goed gedaan in de Europa League. We zijn derde geëindigd dan wel zwaar. PSV is door tegen Roma. Ajax met uh, een Spaanse ploeg en Feyenoord tegen Leipzig. Hier derde zien we het uh, gelijk met uh, Olympique Marseille. Maar hun hebben een beter doelsaldo, dus Dat is een jammer. Maar goed, we gaan gewoon door in de Eredivisie. Het enige wat we nog kunnen, goed moeten gaan doen, want de beker hebben we niet gehaald. En de Europelik niet. Tegen S-Utrecht winnen we 2-1. Twee keer Bies die echt belangrijk is dit seizoen. Maakt zijn goals. En hier zien we de topscorerslijst ook van de Eredivisie. Waar uh, BS op plaats nummer 7 staat. En uh, assisten staat. Even kijken. Ook een speler van ons. En 0 tegen de punten staan we ook tussen. Helaas staan we ook bij de rode kaarten. Maar we gaan door in het seizoen. En kijken of we nog kunnen doen dit, dit jaar. Want natuurlijk alleen nog maar goed doen in de Eredivisie. De rest hebben we al verspild eigenlijk. Geen beker. Geen Europa League. Wedstrijd tegen Willem 2 is de volgende. Gaan we simuleren weer. Kijken wat het wordt. 20 januari 2021. Winnen we met 3-1. Kavlan, BS. Onder andere met de goals. En Chong. Fortuna ook simuleren. We doen dus redelijk nu in de competitie. Moeten we wel blijven winnen. Fortuna, Emmen. En die winnen we ook met 2-0. Rosler en Chong. Wel een rode kaart weer bij ons. En nu de wedstrijd tegen Ajax. Die gaan we simuleren. Kijken. We hebben thuis verloren, uit verloren met 2-0. Wat kunnen we thuis doen in eigen stadion tegen Ajax? We winnen met 1-0. Chong, oud de benen. Scoort hem tegen Ajax. Het is 1-0 gewonnen. Zo staan we nu plaats nummer 4 in de Eredivisie. Moeten we eigenlijk zien vasthouden. En misschien wel meer. Ado, wonnen we van begin van, de, begin van deze competitie. Maar wat doen we nu tegen Ado Den Haag? Nu winnen we hem weer. Dekker en BS met de goals. Dan stimuleren we weer een beetje door tot en met 15 maart. En dan kijken we wat we gedaan hebben. 17 maart, 18 maart. En dan kijken we wat we gedaan hebben. We hebben even kijken. Hier gewonnen van Excelsior. Hoeveel staan we in de competitie nummer 5? Gelijk met AZ, eigenlijk plaats nummer 4. Kunnen we nog top 3 worden. En nu wil tegen zeggen: Heracles voor jullie gaan simuleren. Kijken hoeveel we tegen Heracles kunnen laten zien. 2-2. Dat is dan heel jammer. Volgende wedstrijd tegen Heerenveen. Wat gaan we daar tegen doen? Weer gelijk. 1-1. En dan de volgende is tegen Nak. Wat kunnen we daar tegen doen? 1 ronde. Desses. Dat is heel mooi. En tegen AZ. Hopen dat we kunnen winnen. Ja, 2-1 winst. En dan gaan we simuleren tot het einde van het de, van de jaar. En dan zien we dat we vierde zijn geworden met Emmen. PSV eerste, Aars tweede, Feyenoord derde. En wij staan dus vierde. Verrassend, staat ADO bijna onderaan. Feyenoord won de beker dit seizoen. Champions League is de Liverpool-Manchester City. En hier een paar Nederlandse ploegen die misschien al uitgeschakeld waren. zien jullie allemaal hier. En dan hebben we ook nog even kijken, Europa League, wat de finale van? Milan-Juventus is die finale van de Europa League. Kijken of er nog Nederlandse ploegen bij zaten. Even kijken. Nu de Europa League. Zaten er nog nergens ploegen bij. De PSV verloor. Vond wel van Roma. Feind verloor van Leipzig twee keer. Zo dus Nu zien we een beetje de, nog de algemeen van dit toen. Het is dus afsluitend. We gaan volgend 24 weer verder met de rebuilding-video's. Bedankt voor het kijken. Druk op, duimpje omhoog. En laten.